Lekker echte. Meta van de Schee. En waar is de tijd voor? Karpenvissen, nachtvissen met de boys. Ja, jongens. We gaan weer op pad met onze moeder. Zoals ieder jaar gezellig. Voor moederdag. Het is hoeveel graden? 23. Het is in ieder geval lekker weer. Heerlijk weekie, lekker weer gehad. En we gaan op een kanaalstek zitten. We gaan nu snel boodschappen doen. Wietse is ook al zijn spullen aan het pakken. En dan gaan we op naar de stek, jongens. Autootje dicht. En let's go. Is die? Zijn we, jongens? Ja. Vertel eens. Lekker weer. Moeders bij je. Wietse. Moeders hebt de geluksjurk aan. Ja. Geluksspullen. Ja. Geluksjurk aan. Hoeveel abonnees moeten nog? Heel veel. 50. En dan hebben we 30.000. Ja. Als deze video online komt, jongens, dan moeten we die 30.000 redden. Gaat lukken. En we gaan weer eens de jaarlijkse moederdag sessie vissen. Ja. Mooi weer. We hebben gevoerd. Dus ja, moet goed komen, zou je zeggen. Precies. Komt goed. Dat denk je? Zeker. Mooi. Gaan we ervoor. Tank staat. We hebben Aken met de nat ingepakt vorige keer. Er zat allemaal een natte plek in. Dus nu is het echt droog. Dus nu kan die mooi droog. Daar is die. Jongens, ik heb dus hiermee gevoerd. Het zijn de Holtuna bollen en de broedworm Arriboedbollen van Tijen uit Koop door elkaar. Ik heb dus een goede emmer en ik heb een kieltje gevoerd. Twee dagen geleden. Gisteren was Chitta aan de beurt om te voeren, is het niet vergeten. Dus één keer hebben we gevoerd en een kieltje op vier verschillende stekken. Op zich wel een goede hoeveelheid. Maar als de vis overtrekt, dan komt het wel op. Dus wat ik doe nog een beetje krusje erbij. En een paar heden. Dan gaat hij zo het water in. We gaan zo nog met een boeienpijp wat bijvoeren. Een beetje verspijt eromheen. En dan heel de ingang van het kanaal stuk dicht blokken. Als de vis voorbij trekt en hij gaat eten, dan is het raak. Dus we gaan hem uitvaren. Kijk, daar gaat hij. Yes, jongens. Eerst een emmertje. Heb je hem nou opgevoerd, die bootfiets? Nee. Hoe hard vaart hij? Nee. Ik hou hem helemaal top in het water. Waarom? Zodat de boten, als die komen, die snel onder water kunnen doen, dus ze niet overheen gaan. Zo, ik doe een topbootje erop. Het is nog een druk bevaren water, om het zo maar te noemen. En het is heel de week 25 graden of meer geweest. We hebben nog best wel bootjes die voorbij komen. Topbootje gooi ik voor de kant en je rijzing naar de bodem. Als er dan boten langskomen, word je rij nooit opgepakt en kan je gewoon rustig verder met chillen of slapen. Naar het bootje terugvaren. Zatjit, wat gaan we eten vandaag? Ja, jongens, het kan natuurlijk niet ontbreken. Onze overheerlijke classic burgers van de Jumbo. Eurotje de stuk, 8 euro totaal. 8 lekkere burgertjes. Ik ga ze even op het vuur zetten. Wietjes ondertussen zijn hengeltje aan het uitvaren. Komt dat boot aan, dus nu eens even zien strijden. En ik ga ze even op vuur zetten. Lekker hoor. Kijk, geen varend corso, maar de schuiten hier in het Westland die hebben schik genoeg. Kijk, oh, daar hebben we nog een schuit. Een schuit voor een duit voor een schuit. Daar is die, de voorboot van DW Fishing Team. Hallo. Hoi. Je ziet dat ik heb mijn hengels heel erg naar terug de steunen erin getrokken. Zodat mijn hengeltop eigenlijk niet verder dan over de kant komt. Ik heb wel eens gezien hier op het vlekje dat die boten een beetje dronken zijn. Dat ze de kant raken. Je wilt natuurlijk niet dat ze jou... Die boten zijn dronken. Ja, de bestuurders. dat ze jouw hengel meenemen. Dus ik denk, ik ga mijn hengels een beetje terug. En dan is de kans kleiner. Precies. Zo jongens, het is zover. Eerste hengeltje ben ik aan het maken. En zoals jullie zien heb ik hier een... Fortuna Bolie van tijgenootkoop.nl. Het is een harde en hard van. Dus ik heb even mijn boor erbij gepakt, want ik heb hem even uitgehold. En ik heb een stukje kurk in gepropt. Kijk, zo. Dat is deze kurk. Het mooie eraan. Hey, proef kurk. Proef kurk. Oh. dat die boor precies even groot is als die kurk. Dus het past er precies in. Je ziet het bijna niet. Piespassas. En piespassas. En daardoor is die Bolie wat lichter. Gaat hij een beetje zweven bij de aasopname.
denk die karper ook. Moet net zo hard zuigen als bij die andere bolies om hem binnen te slurpen. Door de kurk is hij dus lichter. En, daardoor, en dat werkt? Ja, wordt gevangen. En daarnaast ligt hij dan waarschijnlijk iets boven de blubber. En daardoor blijft hij wat attractiever. Nou, spannend. Wat wil je nog meer? Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Terwijl er het avondzonnetje is, de bogies voorbij komen. Gaan we heerlijk een hamburgertje eten. Ja, traditie bij DW Fishing. Goed geregeld. Lekker. Wat zit erop? Eet ze. Ja, hamburger. En wat met cheddar cheese. En? En saus. Saus. Lekker. Wat voor saus heb je nou, Chit? Andelief. Zeker de boodschappenman die met deze noviteit kwam. Appels goed gezet, zeker. Oké. Okay. Lekker hoor. Ja jongens, ook het laatste burgertje gaat weer op het broodje hoor. Dit ziet er toch top kwaliteit uit, hè? Moet je eens kijken. Mm. De bellen staan erin. Oep. En dan gaan we lekker van genieten. Eet smakelijk. Eet. Ik hou het hengeltje uitvaren, want ik heb precies een boot aan. Waar gaat hij heen? Hij gaat daar tegen dat kantje die daar lekker in het zonnetje ligt te wachten. Zal wel. Hij heeft zo'n dikke spiegel met zijn buik zit in het zonnetje. Lekker te relaxen. Ja, en dan de eerste ruffe moeders, toch? Ja, dat is waar. Ja, dat gun ik je. Een mooie spiegeltje, die noemen we dan Meta. Best. Ja, kom eens hoor. Hallo. Kom jij het goede nieuws brengen? Nou, zal ik nog die twee burgers even bakken? Ah, graag. Of vast een bakje zetten? Dan mag ook allebei. Dat is goed. Gaan we regelen. En wat is jouw verwachting voor de nacht? Ik denk dat we er 6 gaan vangen. Hoeien. Spreeuwen wegjagen. Ja jongens, we krijgen Wietse geven Westlandse les. Ja, moeders die is ook druk aan het Westland diviseren. Dit is een nieuw werkwoord. Kijk, daar hebben we hem, de één rechte. Ja, Gretje, wat belangrijk goed heeft hij gebracht. Wat heeft hij gebracht? Een bak koffie. Ja. Wie vergeet dat nou? Ja, dat is een slechte boel. Kijk, hier staat het klaar. De koppies. Inwoner van Mazel. En dan. De Bioletti. Hey. Ja, iets. Vertel nog eens iets. Uit het Westland. Als je zegt, ik ga vanmiddag even naar het strand. Naar strand? Strand. Wat is het dan? Ik veel. Het strand? Het strand. Het strand. Jazeker. Ja. Niels had het. En dan ben je even wezen hoeien. Wat ben je dan aan het doen? De spreeuw aan het weg, ja. Kijk. Jij hebt ook gered. Ja. Zou we een bakje doen, een bakje pleur? Zeker. Kijk, Westlands. Zo, de mannen die hebben even werkoverleg over de drone. Zwaaien. Zwaai maar even de drone allemaal. Jongens, zwaai maar even, dag. Ja, hij zit daar nog. Hij zit er bijna boven, ja. Ik zag hem al en denk, nou ja, je weet al wat je doet, zeker. Nee, niet helemaal toch? Dit is hoor, te genieten in het zonnetje. Ondertussen Wietsen op les voor de drone. Ja. Binnenkort naar? We gaan naar Peru jongens. Dus dan gaan we ook even een dikke film maken. Piranhas vangen. Piranhas vangen, misschien wel. Dat zou ik zijn. Ik ga naar de Amazone. Ik wil echt van die piranhas vangen. Jeremy Wade. Dus dan gaan we even kijken of we River Monsters 2.0 kunnen opnemen. Dik. Dit is helemaal mooi, ja. Tijden dit shit. Goedemorgen. Hoe is het nou? Goedemorgen. Ja. 10 uur 's avonds. Ja, we zitten helemaal in de wolken. Wat heb je dat? Heb jij nou zo'n goed idee of was je moeder? Een wolkentoetje. Oei, oei. Is dat lekker, hè? Dr. Oetke. Dr. Oetke. Wel bekend van? Van morgen. Nee, van de pizza's. Nee. Oh, echt? Is dat dezelfde? Dat is dezelfde. Grappig. Moet je ruiken. En weet je wat, weet je wie de broer is van Dr. Oetke? De zuster. Nee, Dr. Bibber. Ja. We denken aan het EK. Oranje pilsbekkies. En moeders? Wat heb jij voor een speciaal je EK-mat meegenomen? Nee, de mat. Ja, dat is het slaapmatje. Voor de voetbal? Nee, dat is gewoon vannacht. Ik denk dat ik te weinig opleg, want we gaan heel bakken eruit trekken vannacht. Ja. Maar ja, het is een slaapmatje. Maar tegen wie moet Nederlands elftal? Polen hebben we al gehad. Ja? Wie hebben we nog meer gehad? Oostenrijk hebben we ook al gehad. Ja? En wie nog meer? Ja, dat derde. Dat wordt het. Frankrijk hebben we ook al gehad. Maar tegen wie moet ze nu? Wat was het ook alweer? Ik ben het even kwijt. Ik weet het nog. Roemenië. Goed zo. Oh, ja. 1-0 voor Chit. Ja. Maar
We maken dit pilsje nog even soldaat. Dan gaan we denk ik maar voor ons bedje op zoek. Nou al. Ja, het is bijna 10 uur. Spelletjes doen? Ja, ik doe heel dag spelletjes. Uitgespeeld. Op het werk bij jou. Op het werk. Darten en zo. Ja. Rijn. Goeiedag. Wil je nou korting op de bedrijfskleding? Nee, geen bedrijfskleding. Opnieuw. Goeiedag. Wil je mooie kleding van DW Fishing Team? Actiecode META10. Voor? Voor jouw dag. Nee. Nou, goeie... Kut. Goeiedag. Wil je nou leuke bedrijfskleding... Kut. Goeiedag. Wil je nou leuke kleding van DW Fishing Team? Maar je wil korting? Gebruik de code META10. En je ontvangt 10% korting. En wie nu weg is, is... Gezien. Ik heb een vraag. Hebben jullie nog visdoelen voor de eerste 10 jaar? 10 jaar? Zo. Het doel van vanavond is dat niet gestoken worden muggen. Zitten er genoeg? Nee, 10 jaar vind ik een beetje ver, maar dit jaar wil ik toch wel zeker nog 35 is vangen en 42 is. Moet je best doen. Dan moet ik zeker mijn best gaan doen. En jij, Wietse? Ik de helft. Tweeënhalve dertiger. Ja. Nee, ik ga binnenkort naar Peru en ik wil daar wel gaan vissen. Oh, leuk. Vangen in de Amazon, helemaal vet. Ik vind het een mooi doel. Ik ga sowieso filmen voor de DW Fish Team. Nou, leuk. Ja. Wat ben jij nou aan het doen? Ja, andere cool. Kant die hand, om te draaien. Hè? Kijk eens. Dat voelt lekker. Ja? Ja. Is het toch nog even gelukt hoor, hé? Ja. Daar komt ie, het zonnetje. Kijk eens even. Wat een prachtige dag. Och, 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 och. Kijk eens, onze opvang erbij. Niet normaal, hé? Ach, pas op. Wat zei je? Ik ken het nog. Ja, leuk, hè? Ja. Je blijft vrij. Nee, je hoeft niet te veel draaien, man. We hebben een klein beetje lijn. En een top iets hoger. Wel lijn strak houden. Juist. Een top iets hoger nog. Juist, kijk. Daar gaat-ie, hoor. Hallo, goedemorgen. Deze prachtige dag. Die, Wietse. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker moeders. Hey. Goed bezig. Hey moeders. In ieder geval geen brek. Hoppakee. En we hebben de zonsopgang, heb je dat al gezien? Zullen we hem even erop zetten? Daar is hij, onze vriend. Zo, hé. Hey. Is dat even mooi? Niet normaal. Prachtig. Morgen. Nou, dat is hem hoor. De karpen. Hoe heet die? Ik noem hem... Bert. Bed. Morgen bed. Morgen bed, hoe is morgen het? Bed. Ja, dat Kieltje of? Bed van een kieletje of 4. Ik weet niet. Nee, joh, meer. Een pontje of 8. Mooi visie. Nee joh, de nacht was nog niet zo perfect. Oh, lekker geslapen. Niet, maar dat is het wachten waard. Het is prachtig. En, ik kwam mijn tent uit en dan ging die zon op. Hij ging piepen en toen de zonsopgang. Nou, perfect. En toen kwam Bert. Nou, wat wil een mens nog meer? Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Bert, jongen. Hé, hey, ja. Je mag er zijn. Bertje, maak een fotootje. Dan kan je weer lekker gaan zwemmen. Ja. Ja. Ja, nou, je Bert die kwam hier op het drogen. En die denkt, joh, wat is het weer voor een mooie dag vandaag. Dus nou ja, hij wil weer lekker gaan zwemmen. Ja. Maar Bert, ga jij even je oma halen? Want die wil iets en zit er nog uit halen. Dag Bert. Dag Bert. Dag Bert. Nou man, heb je goed gedaan. Goed bezig. Moeders. Geen blij. Duimpje omhoog. Ja, hij duikt er ook nog even in zeker. Ja, hij heeft 2 uur geslapen denk ik. Lekker hè. Ja. Wietse is er al in gedoken op deze prachtige dag. Ja, maar ik wil niet klaar man. Het is wel lekker weer.
Ja jongens, als jullie zien, is die bolie wel redelijk aangevreten door de kreeft. Wietse was eigenwijs, die heeft er geen hardwand aan gedaan. En zoals je ziet, eigenlijk is die boel nog helemaal intact. Perfect zo'n hardwand, ze hebben het wel geprobeerd. Het is niet gelukt. Daarom hebben we het op pet de schub gevangen. Dat is mooi. We gaan gauw het hengeltje uitvaren. Er zitten nog maar een paar uurtjes. Wat ik doe is, ik doe er denk maar twee hele bolies bij en de rest alleen maar verkrummelde bolies. En dan hopen dat hij toch nog van Petse oma er ook ligt. Dat hij ook toch nog even dat aasje te pakken heeft. Morgen jongens, het is inmiddels, hoe laat is het? Half negen. Half negen. Ik kom wel een beetje moe, net wakker. Dicht bij wij gevangen, dus dat is niet zo mooi. Niet zo ondertussen lekker een bakje koffie aan het zetten voor ons drie. En ja, weet je, het is alweer hartstikke lekker weer. 20 graden, weer nog meer. We hopen dat hij gewoon tijdens de conferering nog afloopt. Ik weet het niet, ik kan altijd. En anders dan... Even kijken wat hier is gebeurd. Moeders? Goedemorgen. Hoe heb je geslapen in de partytent? niet goed? Geslapen. Je bent natuurlijk weer met mijn vis gevangen. Een beetje duf. Toch, nou misschien de laatste na onze rug. Heb ik misschien even mijn neus uit hoor. Heb ik wel een beetje geslapen. Ja, ik kon natuurlijk niet slapen. Die denk ik, waar blijft hij? Waar blijft hij nou? Maar toch, de brengst even is het geweest. Ja, ik snap het. Zo blijkt het. Ja, jongens, we hadden eigenlijk verwacht dat mijn bolle, ik had zonder hardwans gevist, maar er zitten er toch gewoon nog op. Dus dat zegt eigenlijk ook alweer hoe hard gewoon de bollen zijn, zonder dat hardwans zijn. Dus dat is positief, er zit veel kreeft hier. Maar het minder positieve, dat we alsnog niks ermee hebben gevangen. Volgende keer beter. Hey jongens, lekker broodje ei. Van mijn bazige broertje gekregen, die heeft gemaakt. Dus nou gooi ik op hem even eentje in. Twee eitjes en je bent de man op de ochtend. Staan ze hoor. Staan ze. Ja. De bakkenvanger. Henk? Ja, Henk. Engel? Nee. Ik heb hem eruit gezet. Maakt helemaal niet uit. Het was weer een geslaagde sessie. We hebben eerlijk weer. Het is nu een uurtje of 9 of 10. We gaan gauw opruimen en gaan lekker van het zonnetje genieten. Vond je de video nou leuk? Wat doen we dan? Duimpje omhoog. En abonneer voor meer. Ja, en wat is het speciale? Bijna gebeurd? Ja, meta 10. Nee. Wie niet weg is, 30. Oh, 30. Oh, bijna 30.000 abonnees. Ja, maar dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Zo is dat. Meneer? Abonneer voor! Duimpje omhoog! Duimpje omhoog! Voor meer. Goed zo. Hoppa! Goed. Oké, dat was het.